Goedendag. Nou, donderdagavond trok een storing net op tijd weg om ja, voor een schitterende zonsondergang te zorgen. En Ada onder de Linde uit Vlaardingen die stuurde deze fraaie plaat in. Nou, als we kijken naar vanavond en vannacht, dan krijgen we weer een fraaie zonsondergang. Want het wordt helder tijdelijk, althans tegen de ochtend. Dan neemt de bewolking weer toe vanuit het westen. De temperatuur die daalt naar zo'n 11 à 12 graden langs de kust een graad of 13. De wind neemt af en draait naar het zuidoosten op nadering van een storing. En die gaat zaterdagochtend tijdelijk zorgen voor ja, wat regen. Buige regen. Dat betekent dat de neerslagintensiteit wat verschillend zal zijn van plaats tot plaats. Maar in de middag dan klaart het breed op. Aan zee wordt het zelfs Prachtig zonnig, landinwaarts. Periode met zon, met stapelwolken. Wel mooi weer, droog dan ook smiddags. Maar het gaat hard waaien, beste kijkers. De Zuidwestenwind neemt smiddags toe tot krachtig, windkracht 5 of 6. En heel misschien eind van de dag aan zee tot hard, windkracht 7. Dus het wordt gewoon een beetje onstuimig, zeg maar. Ja, en dan zondag overdag dat is een dag met een afwisseling van bewolking. Af en toe een beetje zon, temperatuur van een graad of 19, duidelijk minder wind. Ja, en dan volgende week is het nog steeds onzeker wat er gaat gebeuren. Er is een hele ruime marge in temperatuur tussen 17 en 33 graden wat de modellen ons voorschotelen. Daar kunnen we dus eigenlijk helemaal niks mee. Meest voor de hand liggende is dat we op de schijnheidslijn komen te liggen tussen hete lucht boven Duitsland, de koelere lucht, relatief koelere lucht of minder warme lucht boven onze omgeving, maandag, dinsdag en woensdag, onstabiel zomerweer, temperaturen waarschijnlijk eerst tussen 20 en 25 graden, vanaf woensdag lagen en elke dag kans op een paar regen- of onweersbuien plaatselijk. En tussendoor zal dan af en toe het zonnetje te zien zijn. Nou, Ten slotte nog deze vrije foto, ook van gisteravond. Maakt u mooie weerfoto's, ook het komend weekend. Stuur ze in naar het welbekende e-mailadres. Maak er nog een mooie, mooi weekend van. Heel graag tot maandag.